Kleine Dirkie had een hondje door een auto overreden. Met gebroken poot in straat gewoon gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen, zei die mormel had ook uitgekeken voor je overstak. En het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei, vreet nou maar slemieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopje scheve zand. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, hou je bek. Je legt zo uit je pensioen als in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband. De kamer in, een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei, nou is de boot aan, kijk maar zo'n schaminkelen. Lijkt waarachtig wel de Joodse invalide. Van wie hoort dat stuk gespuis? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lag, dacht ik, ik neem hem even mee. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp. Verklaarde ma, dus wat voor mij die nare kringen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol, nou teef, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schampen, dus zeg ober, geef u hekje een stukje kreeft. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mies het jongste zusje noemde Hekkie smalend viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreeg hij traterkop. Wat is vies kaak, ja maar liever naar jagen. Eens beet Hekkie Miesje's pop, het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beestje nog eens aan, dan zal ik eens even kreupel slaan. Als hij slaag krijgt is het van mij en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort, schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd, Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten. En dan was hij reuze brani. Vader zei soms, klein serpent, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat hem mee naar Sarasani. Na 6 maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep, kijk eens wat een zwijn op de drapenstoelen moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Beestje vloog schuimbekkend op, viel toen neer. Op dat moment kwam Dirkie binnen. Bleef als vastgenageld staan, keek lijkwit zijn broertje aan. Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen. Zacht als was het een kostbaar kleinood, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekje op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groefje, in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder riepe bomen. Met een snuitje bleek als was, lei je Hekkie onder het gras en zei trillend, bij de oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet mijn schuld, mensen hebben geen geduld. Arme dier, ze hebben jou thuis nooit begrepen.